8 maart, herdenking van de 117 slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog bij de Woeste Oever. In de nacht van 6 op 7 maart 1945 werd bij de Woeste Oever per ongeluk een aanslag gepleegd op Hans Rauter. Een groep verzetsmensen had voor een andere slag tegen de Duitse bezetters een zware vrachtwagen nodig. En op het verlaten stuk, in de buurt van de Woeste Oever, waar veel vrachtwagens op en neer reden, dachten ze die te kunnen vinden. Toen de groep een zware auto hoorde naderen, dachten ze dat het een vrachtwagen was en opende het vuur. Het bleek een open BMW te zijn met Duitse officieren. En een van die Duitse officieren was Hans Rauter, de hoogste Duitse politiegeneraal en hoofd van de SS in Nederland. Rauter kwam niet om het leven, hij hield zich dood. De officier achterin en de chauffeur kwamen wel om het leven. Als vergelding voor deze aanslag werden op 8 maart 1945 in totaal 274 mannen gefusilleerd. In Amsterdam, Amersfoort, Fortebilt en op de Waalsdorpenvlakte. Uit de gevangenissen in Assen, Zwolle, Almelo, Kolmsgaten, Doetinchem en Apeldoorn werden 117 mannen opgehaald en overgebracht naar de Woeste Oever, waar zij in de ochtend van 8 maart gefusilleerd werden. Op de plaats waar deze 117 mannen de dood vonden, de jongste 17 en de oudste 75, staat nu een monument en jaarlijks op 8 maart worden deze mannen herdacht. De eerste krans werd gelegd door de heer Wolterink, een oud verzetstrijder. Hij werd gevolgd door burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn. Vervolgens werden er nog een aantal kransen gelegd, onder andere door de dorpsraad Beekbergen-Lieren en de vereniging Oud-Apeldoorn. Leerlingen van het Integraal Kindcentrum Spreng uit Uchelen en belangstellenden en nabestaanden uit het publiek die sloten de rij.